Vandaag weer een nieuwe vlog. Ik heb vandaag de opening van een nieuwe vestiging van Your Image. Dat is de kapper waar ik al naartoe ga. Ja, ik ben altijd heel blij met die kapper. Ik ga er nou best wel een tijdje naartoe. En ik vind als je daar komt, dan heb je echt gewoon het gevoel dat alle aandacht aan je wordt besteed. Je zou denken, als het je haar lelijk voor als je naar een opening gaat van de kapperswinkel. Maar dat komt omdat ik daar vandaag mijn haar laat doen. Dus dan laat ik jullie vandaag ook gelijk zien hoe dat ze daar mij, ja, hoe dat ze helpen daar. En hoe dat uiteindelijk eruit komt te zien. Of 6. En dan bij mij had je ook 6 gedaan. Ja, dan zou ik 6 doen. Ja, maar dan zou ik wel 6 doen, want dan wordt hij wel wit. Ja. Maar dan doe ik eerst aanzetten en dan kan gelijk die folies, hè? Dat kan allemaal mee. Ja. En dan wil je alleen bovenop of? Nee, ik wil even kriskras. Kriskras, ja, oké. Okay, ik zet om, lijkt misschien iets, maar het mag wel licht. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow me. Bezig met het zetten van microrings. Het voordeel van microrings is dat het je haar niet beschadigt en dat het bij wax extensions wel. En dat is gewoon heel fijn. Het wordt door middel van naald en draad aan het haar vastgezet. En zo ziet het eruit. Een filmpje aan het maken. Filmpje? Ja. Nou, succes hè. Dank u wel, doei doei. Tot ziens hè, dag. Oh, het lukt wel op. Oh. Ik kom eraan. Die gaat weg. Zie je nou iets van de bak of niet? Ja, ja. Gaat goed. Ligt het goed zo? Heerlijk. Was je al binnen geweest? Ja, wij zijn buren van elkaar. Ja, precies. Ja. Ja, dat is zo'n oude kantoor. Wij doen nu een mooie afspoeling bij jou erop. Zodat het echt wat matter wordt, je punten en je lengtes. Hey. Tada! Deze nemen we mee. Deze nemen we. Heel mooi, ja. Alleen dan zie je toch niet. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist. My heart is falling too. I'm in love with you.
you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. Ik ben nu thuis en ik ben echt super blij met het resultaat. Het is nu gewoon wat assiger en een beetje het bruine is eruit. En ze heeft de puntjes geknipt en ik ben er echt heel blij mee. Ook kreeg ik een hele leuke goodiebag mee en daarin zat de Kerastase crèmespoeling en de Kerastase shampoo. Wie nog niet bekend is met het merk Kerastase, het wordt bijna in iedere luxe kapperszaak wordt het verkocht. Het herstelt je haar, het voedt je haar en het zorgt dat je je kleur behoudt. Ze hebben ook allemaal verschillende lijnen. De ene is speciaal voor om je haar weer helemaal gezond te krijgen. De andere is echt voor je kleur. Dus echt heel verschillend. Deze is... Deze crèmespoeling en shampoo zijn speciaal voor het verzorgen en het herstellen van het haar. Dus daar ben ik wel heel blij mee, vooral omdat het nou net geblondeerd is. Ik hoop dat ik jullie een beetje een beeld heb kunnen geven van hoe dat mijn dag bij jouw image eruit ziet. Zoals je ziet word je echt super goed geholpen, alle tijd wordt aan je besteed en je gaat met een geweldig resultaat naar huis. Nou, in ieder geval, de site van Your Image vermeld ik in mijn beschrijving. En ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!